We spelen een spel. Het is een heel modern spel. Met houten blokjes en met een iPad. We spelen een heel erg modern spel. Met allemaal houten blokjes en oerdegelijk Zweedse houten speelgoed. En verder houden we alles bij op de iPad. We zijn heel erg modern. Ouderwetse mensen doen het zo. Dat is de ouderwetse manier. Dat is de moderne manier. Ondertussen heeft Rob gegooid. En wat zit Rob nu allemaal te doen? Ik ben punten aan het verzamelen, denk ik. Wat denk jij ervan? Weet ik niet. Zeg het eens, Pien. Weet ik niet. Ik weet het ook niet. Rob, wat ben je allemaal aan het doen? Heb je steden eten gegeven? Ja. Oké, wat mag je nu nog doen dan? Ik ben klaar. Jij bent klaar. En wat heb je gebouwd? En de geneeskunde beschermt tegen dodelijke plagen. Slim. Je bent beschermd tegen dodelijke plagen. Jij krijgt geen dodelijke plagen meer. Jij weet hoeveel punten je hebt. Wij weten het niet, want de punten zijn stiekem in dit spel. Dan mag jij eindbeurt doen. Mijn beurt. Jij mij even filmen. Dan zie ik dat ik 6 steden heb, dus ik ga met 6 dobbelstenen gooien. Hoep, nummer 6 ook. Doodshoofd moet ik houden. Ik heb veel eten nodig, dus dat laat ik ook lekker liggen. En die andere 3 die gooi ik lekker opnieuw. Want zo schijnt het te moeten. Nog meer eten. Nog meer eten, maar ook mannetjes. Dat is toch allemaal goed? Ja, die zou ik bewaren. Ja, dan gooi ik dat met die. Kijk. Nog meer mannetjes. Dat waren mannetjes. Kijk, kijk, kijk. Dan moet ik eerst gaan eten. Ik heb 9 stuks eten gekregen, dus ik ga naar de 9. Maar ik heb 6 steden, dus ik moet er weer 6 aftrekken, ga ik naar 3. Die dobbelstenen zijn geweest. Dus 1 doodshoofd telt niet. Maar ik heb wel 2 flesjes. Dus dat is die zwarte en die blauwe. En dan kun je met 6 mannetjes nog wat bouwen. Met 6 mannetjes iets bouwen en ik mag iets kopen van 8. Ik mag iets kopen van 8 punten. Eventueel staan hier ook nog punten. Maar ik mag iedere steen mag ik 3 mannetjes van maken. Dus ik heb 9 mannetjes als ik het wil. Ja. Ik bouw gewoon de laatste stad. Dus dat zijn 4 mannetjes. Dan heb ik nog 2 mannetjes over. Dan gaan we toch met aan een monument werken, denk ik. Slim. Op zich is de Chinese muur prettig. Maar die heb ik al bijna al. Ik ga de grote, ja, dat mag je eigenlijk niet weten, of wel? Wat? Dat jij die Chinese muur al bijna af hebt. Dat mag je wel weten. Ja, normaal zie je de papiertjes ook wel weten. Oh, oké. Okay. Met name om de punten. Ik ga gewoon aan een grote piramide bouwen. En dan doe ik eind van mijn beurt. En dan ben ik. En dan is nu Wouter. Wouter heeft een charmante assistente die voor hem gooit. Hoeveel steden heb jij? 6. Dus vandaar 6 dobbelstenen. Goed zo, daar doen we het voor. Eten, 3 min 6 is 0. Dan ga ik 2 poppetjes gebruiken voor mijn stad. Ook 7 cities. En dan heb ik er nog precies 7 over. Even kijken. Kan je die bouwen? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. End turn. Ik ga niks bouwen, ik ga sparen voor iets duurs. Dat is een verstandige man, die investeert in zijn toekomst. Die spaart. Jij bent de assistente van een verstandige man. Er zit ook een verstandige jongen. Of gooit hij al zijn geld over de balk en geeft hij alles uit aan de grote onzin? Gegeven en ik ben weer aan de beurt. Maar we kunnen nu gaan kijken naar de uitslag. En de winnaar is 21 punten voor Rob, 28 voor Wouter en 37 voor Erik. Ik ben een expert, ik ben een genie, ik ben de grote winnaar. Yes, 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 yes. Yes. Hoera. Maar verder ben ik wel leuk hoor.